Nou, ik heb het eerder gezegd. Bina mehnat ki gana dana haram hai. Je hebt mensen hier die haast hebben. Ja? Er is genoeg in deze wereld voor ons allen. Maar de hebzucht van bepaalde mensen in onze gemeenschap. Wanneer ze een grote baard hebben. Denken ze dat ze alles zijn. Ja? Het kan hun niet bevredigen. En wanneer mensen naar weelde zoeken. Meerdere vrouwen op na willen houden, et cetera, et cetera. Dan ga je geld moeten hebben, dan ga je overal naar ze geld zoeken en dan in je doldriestheid vergeet je van waar het komt. Het is gewoon misdadig. Vooral van Somo Harjo weet je niet uit welk circuit het komt. U hebt het goed verhoord, ja. Hajj Khan is geen probleem. Ik wens een ieder, ja, dat echt toe, die zou willen gaan. Maar let erop hoe je daar naartoe gaat. Wat zijn de regels? Ja? Ga je met middelen afkomstig uit een crimineel circuit nemen? Iemand die bijvoorbeeld, dat is op die vergadering gezegd, heel mooi door buur, oudjes naar Cola Creek heeft gebracht en Amanopai den bus eten. Je hebt in het verleden, de jaren 75, voor de onafhankelijkheid, Javaanse broeders naar Nederland willen brengen. Itek de mamuni in paspoort alasan, iguangasan. Je hebt ze belazerd. Ja? En zo kan je doorgaan. Iemand, let wel, ik hoop dat meneer Boy en Corneille luisteren. Iemand die een terrein, ja, in de tijd van Yon Chinfa, weet u, vorige regering in Farma, ga die dingen zoeken. Ja, meneer Farid Pirkan heeft zo een barbariër overgemaakt. Parmisser en ik in de DNA. Ik hoop dat we die beelden nog hebben. Dat Somo Harjo Herpil, ja, Afvuru Agrongfu SIV, Surinaamse Islamitische Vereniging. En doorverkocht aan een Chinees die daar een varkenskwekerij zou opzetten. Dus terwijl wij moslims bezig zijn, en hij noemt zich moslim hoor, die Somo Harjo, bezig zijn om voor het opzetten van een moskee, educatiecenter, dus een moslimschool, met allerlei belangrijke zaken, moslim aangaande, dat je Tekagrong, dat je Serengi Wasnesi, dat we uitgerekend wil deze man mensen naar Hajj sturen. Ik kan me niet voorstellen, er is ook hier een tehuis dat hij draait. Hij heeft een paar arme mensen daar gezet en hij herpe elke maand die 525 van deze mensen. Zet in zijn zak, gaat wandelen, eten, drinken, allerlei rotzooi haalt hij uit. Ja? En dan praat hij over Hajj. En wanneer deze arme mensen überhaupt een maand niet kunnen betalen, dan willen ze deze mensen nog uit het tehuis zetten. Ben jij moslim? Ben jij moslim? Ja? Die dit doet. En dan wil je mensen naar Hajj sturen. Zelf ga je niet naar Hajj. Hey, luister nou. En de mensen die achter hem willen rennen. Ja, kamerregelkari, tinga. I-regelkari. Dat gaat hij geven. Hamlonke Hajj partij. Hey, ga achter. Men is zo ver laag gevallen, meneer Farma, dat men nu huis aan huis gaat. Ik begreep dat het om een prijsvraag gaat. Wie kan me wat van Doekie geven? Ja, op dit ogenblik is het. Ja, ik weet niet wat Doekie te maken heeft met ze. Laat ze hun ding doen. Doekie moet politiek kapot gemaakt worden. Moet uit politiek firmament weggehaald worden. Dan kunnen zij boeren. Dan kunnen zij zetels krijgen. Want Doekie schijnt een obstakel te zijn. Dan gaan ze huis aan huis. Meneer Boy. Ha, bhaiya, Boy, lees leke chale ghar. Manai ke poochhe ke somo ke paisa deel hai. Doekie kahan galti kare hoi. Apan jawani se. Ja, tot en met nu. Bolo na, to hamlo publiceer kari na. Kahan chori kari la, kahan chapat kari la, kaise, chahe aadha, chahe jhoot baat, bolo na. Luister nou, laat me meneer Boy zeggen. 100 keren heeft men al gezegd, ik heb op de politie geschoten. Ik heb geschoten, dan wat? Ja, dat is één. Je moet ook aan die mensen zeggen, dat ik vlees heb gegeten,
dat jij gebracht hebt uit Guyana smokkel? Zeg ze, ik heb dat gekocht bij je. Ja? Maar ik heb gekocht omdat je gelogen hebt. Je hebt gezegd, zeker met een zekere Rafi en Sherali, boelkin geslacht gerlo he, en toe aandeel kin lehe. Totdat ik heb ontdekt dat het vandaar kwam en ik heb het stopgezet. Ja? Je kan ze ook zeggen, Bhera, hamlong Guyana se smokkel karlin, hamlong gadha smokkel karlin, paisa pa ye bappa, gai smokkel karlin, suwer smokkel karlin, sab chis, cocaïne vliegveld gesuid erin mee, 100 keer hebben mensen het gezegd, hoa chor chapato he, zeg het, je bent een neef, als je kan verdienen, mag je verdienen. Als ik nog een paar dingen in mijn hoofd heb, zal ik je zeggen. Mooie chini, hamlon smokkelker lin, hamlon santi chorei lin, hamlon sabchij. Alles, ik zeg het, zet het erop. Want meneer Pandey, meneer Batlu, meneer Matai, meneer Sabna Mousi en allemaal hebben het al 100 keren gezegd, al 10 jaren lang. Maar niemand heeft iets kunnen bewijzen of het zo is of niet. Maar als je geld kan verdienen, moet je het doen. Ga, ghar ghar ja. Dat denk je, maar wanneer ik je ga antwoorden straks, dan zal men precies weten wie je bent. Ga door en dan zal je zien wat er gebeurt. Dan heb je ook nu een andere meneer, Bokit Mout. Die ene die ijs verkoopt. In Guyana heeft men hem die naam Bokit Mout gegeven, omdat alles wat, ja, hij ziet wil hij herpen. Ja? Ja, Bokit Mout, met tak with you, man. Met doel ik Sankar noop, zo. Bokit Mout, bye, met tak to you. Als we Sankar ben doen, toch? Deze man wilde vlees leveren in het ziekenhuis en vis. En hij eiste van meneer Antoine dat een oude vrouw, die Javaanse vrouw, die al jaren daar levert, voor 800 gulden per maand. Want het ziekenhuis is geen restaurant waar je veel kip gebruikt, farma. En vis, imo puras maar dat, want hij wil gaan leveren alsof hij niet genoeg heeft. Hij wil terrein nadat hij via allerlei, ja, verdwaalde dingen in het vorige bewind genoeg terrein heeft gehad. Wil hij nog een terrein naast zich? En wij zeggen nee. Hij wil brood leveren voor detineerden, we zeggen nee. Hij wil schommelen met allerlei dingen, nee. Hij smokkelt tilapia en vis naar Guyana en wij hebben stop aangezet. En dan Bokit Mout vindt dat hij dan weggaat en hij gaat met Boy Boy samen huis aan huis dingen zoeken tegen mij. Bokit Mout, you can go. I saw them know you. Everything where you see you want. Oké? En may I come open you? No, freaking. Dus zo zijn de mensen bezig. Ook een mevrouw Lucia. Ik heb het genoemd Casino Pawiro, werkt in het, ja, bij het tehuis, een hele avond in casino, heeft erf en huis van mevrouw Welzijn en Meynaas, ja, door allerlei frommels op de naam kunnen krijgen, want iemand die huizen heeft, zoveel verdient, man en vrouw, hoe kan je in een volkswoning gaan. Dat moeten we begrijpen en gaan onderzoeken wat er aan de hand is. En gaat zo iemand opkomen als voorzitter van de vrouwenbeweging van de Parjaya Luhur. Ja? Doekie heeft dit gezegd en Doekie heeft dat gezegd. Luister, tante Lucia. Als je van casino een keertje bent gekomen en nuchter bent. Want ik weet dat je geschrokken bent. Want jij dacht, hoe weet hij dat ik zulke dingen doe? Maar ik had jou niet bedoeld. Maar daar je zo springt, dan weet je ook dat je die dingen doet. Dat je een keertje ook moet schrijven. Ik heb het eerder gezegd, Lucia. Dat jouw voorzitter gepakt is achter de coulissen, achter een gordijn. Ja, waar hij kleine meisjes ging gluren. Is toch zo, hij is toch gevonnis. Waarom heb je toen niet geschreven? Wanneer er dingen gebeuren hier, wanneer hij hier feest komt organiseren in die hotels hier. Waarom schrijf je daarover niet? Jij weet toch alles? Hand- en spandiensten komen toch van jou? Dat moet je doen. Dus farma, mek de ma libimi, no ama no mambrokomi. De kan doosa de wani, ham me koi na kuchu kharpai.
na boy boy, na boy boy kebab, na bokit mout, na somo kebab, geen enkele parjaya luhur, en geen enkele Marsidi praat. Heb je ooit Marsidi hier gezien? Hij kan in Nigeria niet rondlopen, want wanneer hij langs gaat, roepen alle ouders hun kleine jongetjes en dan maar etappe ding. Hij gaat naar Komowene en Lelydorp, want de man Osabi, en hij gaat daar jongetjes lastig vallen. Hier zie je hem toch niet, heb je hem ooit ergens gezien? En meneer Marsidi wil praten. Marsidi, ik bang aan de chimboy, dat is een contact aan Bigimandis. Dus al deze mensen zijn bezig, maar ik zie een bolle farma. देख ले हम एक बार अपन उखार के हुआ धरी दाम पे तई सब मिलके हजारन बरिस उबार न हिलाई पई है लांस डाटवीट